Nou, er gebeuren zoveel aanslagen, terroristische aanslagen, ISIS is overal. Dit weekend zijn er verkiezingen in Frankrijk. Ja, dan is het risico dat er iets gaat gebeuren in Parijs wel heel erg hoog. Dan vraag ik me af, als ouder, moet je met kinderen van die leeftijd of überhaupt naar Parijs? Op het Bonhoeffer College zit de schrik er ook goed in. Nu blijkt dat de leerlingen veilig en ongedeerd zijn gebleven, heeft de schoolleiding besloten de reis af te maken en de leerlingen niet direct naar huis te sturen. Ja, we leven in een tijd waarin de angst aanwezig is. Maar we hebben als Bonhoeffer College ook duidelijk met elkaar afgesproken dat we ons niet door angst laten regeren. Het is er in deze tijd, maar als we ons daardoor laten regeren, kunnen we niets meer doen. Jammer, hij zegt we moeten niet groter maken dan het is. Het is een IS-aanslag. Hoe groot wil je het hebben? Groter dan dit wordt het niet. Ja, tenzij de doden vallen, dat is gelukkig niet gebeurd. Maar het is gewoon niet veilig. Dus ik vind niet dat het groter is gemaakt dan dat het is. De leerlingen bevonden zich ten tijde van het schietincident in de buurt van de Champs-Élysées en in de Eiffeltoren. Plaatsen met een verhoogd risico op een aanslag. Is het dan als school verantwoord om de leerlingen in Parijs te laten blijven? Nee, we denken er niet licht over. We hebben met de directie, met de docenten, hebben we er meerdere keren over gesproken. We denken daar goed over na. En wat ik wel een heel sterk signaal vond, de leerlingen en de docenten hebben zelf aangegeven dat ze graag het programma wilden afmaken. Dat er geen paniek in de groep was, dat ze zich niet onveilig voelden. En het programma loopt op zijn einde, want vandaag is de laatste dag. Om 12 uur reizen ze terug naar Enschede. En dat heeft ons doen besluiten om ze daar het programma ook af te laten maken.